Dit is de vraag die we gaan bekijken. We hebben een touw van 12 meter lang. Aan het touw is een zware bal bevestigd. De diameter van de bal is een halve meter. En deze bal maakt een slingerbeweging met een amplitude van 2,5 meter. De vraag is als volgt. Bereken de hoogte die de bol heeft op het moment dat de snelheid van de bol de helft is van zijn maximale snelheid. En bij de hoogte mag je ervan uitgaan dat de bol in de evenwichtstand een hoogte van 0 heeft. Goed, dit is de situatie, een schetsje van de situatie. Ik heb hier de slinger getekend. Hier staat hij in evenwichtstand en hier bevindt hij zich in de stand die wij willen weten. En we willen uiteindelijk weten hoe groot is deze hoogte die de bol op dat moment heeft. Nou, dan gaan we eerst kijken naar de slinger zelf. Hoe groot is de slinger? Dat is al meteen een klein strikvraagje. De slinger zelf is 12 meter. De slinger zelf is 12 meter. Maar je moet natuurlijk niet vergeten dat er aan die slinger een bol zit. Ja, in deze tekening is het een vierkantje, maar laten we doen alsof het een bol is. Het einde van de slinger zit dan in het massamiddelpunt van de bol. Dus je moet er nog de straal van de bol bij tellen. Die is 0,25. Dan heb ik een totale lengte van de slinger van 12,25 meter. Hiermee gaan we dadelijk rekenen. Goed. Nou, we moeten eens even gaan kijken naar de situatie. Wat voor situatie hebben we? We hebben te maken met de slinger. We hebben te maken met snelheden en hoogtes. Het lijkt heel erg plausibel dat we moeten gaan kijken naar de energieën. We hebben twee situaties. Houden ze goed uit elkaar. Laten we dit situatie 1 noemen. En dit situatie 2 van de slinger. Dan kunnen we het volgende zeggen. Dat de trillingsenergie van de slinger in situatie 1. Dat die precies hetzelfde is. Als de trillingsenergie in situatie 2. Nou, dan moeten we daar eens gaan kijken. Wat weten we van die energieën? Nou, meer dan je misschien denkt. We weten namelijk dat situatie 1. Dat is de situatie dat de bol door de evenwichtstand gaat. En in de evenwichtstand heeft de bol maar één soort energie. En dat is kinetische energie, bewegingsenergie. Dus we gaan dadelijk kijken. Kunnen we in de evenwichtstand, in situatie 1. Kunnen we daar de snelheid bepalen? Als we dat weten, dan kunnen we naar situatie 2 gaan kijken. Deze situatie. Hier heeft de bol zowel hoogte als snelheid. Dus hij heeft zowel zwaarte-energie als kinetische energie. En van die kinetische energie weten we dat daarbij een snelheid hoort die de helft is van de snelheid die hij in het midden heeft. Nou, dat kunnen we opschrijven. Dan krijgen we iets wat er zo uitziet. In de evenwichtstand heeft hij alleen maar kinetische energie. En die moet gelijk zijn aan de kinetische energie plus de zwaarte-energie in situatie 2. En nou kun je al meteen een conclusie trekken, want in alle drie de termen zit de M, dus die kunnen we doorstrepen. Hoe zwaar de bol is, maakt dus blijkbaar helemaal niet uit voor de berekening. Want hij valt weg uit onze vergelijking. Goed, we kunnen verder invullen. Want de snelheid in situatie 1, dat noemen we de maximale snelheid. Dus dan krijgen we een half keer V max in het kwadraat. Ja, dus de m zijn we kwijt, want die hebben we net allemaal weggestreept. Die moet gelijk zijn aan de kinetische energie in punt 2. Maar daarvan weten we ook de snelheid eigenlijk, want die is de helft van V max in het kwadraat plus G keer H. Nou, dan zijn we heel eind. We kunnen de haakjes wegwerken. Dan krijgen we het volgende. Dan staat er links van de streep een half keer V max in het kwadraat. Moet gelijk zijn aan, nou moeten we de haakjes wegwerken, dan krijg ik een half in het kwadraat keer V max in het kwadraat. 1/4 keer V max in het kwadraat. Keer een half, dus ik krijg dan 1/8 V max in het kwadraat. Plus G maal H. Nou, dan ga ik deze V max in het kwadraat naar die kant halen.
Dan krijg je een half min een achtste, dat is 3 achtste. V max in het kwadraat moet gelijk zijn aan g keer h. Nu wordt het tijd om te kijken of we V max ook kunnen uitrekenen. Nou, daar hebben we een formule voor. V max is namelijk gelijk aan 2 pi keer a delen door t, want we hebben hier te maken met een trilling. En dit geldt altijd voor een trilling. Weten we t? Nee, t weten we ook niet, want die kunnen we ook uitrekenen. Daar hebben we ook een formule voor. Bij een slinger is t gelijk aan 2 keer pi keer de wortel l delen door g. Nou, die weten we allemaal, want we weten de lengte van de slinger. Die is 12,25. En we weten g, die is 9,81. Nou, je mag het zelf narekenen, maar als je dit uitrekent, dan komt er een tijd uit van 7,02 seconden, de trillingstijd. Nou, als we die tijd weten, kunnen we die hier invullen. Dan krijgen we hier 2 pi keer a. Nou, a was gegeven, die was 2,5 meter, delen door 7,02. En we weten Vmax. En Vmax bedraagt dan 2,24 meter per seconde. Nou, nu we dat weten, kunnen we naar onze vergelijking, ik zal hem een keer opschrijven. 3 achtste keer Vmax in het kwadraat was namelijk gelijk aan g keer h. We weten nu Vmax, dus we kunnen links van de streep kunnen we alles opschrijven. 2,24 in het kwadraat keer 3 achtste is g keer h, is 9,81 keer h. En je ziet hem natuurlijk al aankomen, h, die kunnen we uitrekenen. We kunnen g naar de andere kant halen en dan krijgen we het volgende. We halen g naar de andere kant en dan krijg ik dat h gelijk is aan, nou, 3 achtste keer 2,24 in het kwadraat, delen door 9,81. Nou, dat kan in het rekenmachientje. En dan komt er uit een hoogte van 0,19 meter. Dus de truc bij dit soort opgaven is dat je eens goed gaat kijken naar de trillingsenergieën. En dat je gebruik maakt van een energie die je weet. Namelijk een simpelere situatie wanneer de slinger hangt in zijn evenwichtstand. Want dan heeft hij alleen kinetische energie. Of wanneer de slinger hangt in zijn maximale uitwijking, in zijn amplitude. Want dan heeft hij alleen maar hoogte-energie.